Liesbeth van Harten is zojuist voor de tweede keer over de finish gegaan. Liesbeth, hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk wel goed. Uiteraard was de tweede keer wel wat zwaarder dan de eerste keer. De eerste keer ging het eigenlijk helemaal wel goed. Maar ik moet zeggen dat ik toch nog wel een keertje naar beneden ga voor de derde poging. Even lekker uitrusten en dan maar weer naar beneden. En wat waren de moeilijke punten onderweg? Nou, toch wel het begin, vind ik, om dan weer even in je ritme te komen. Dus net voor bocht 21. En ik vind hier net boven, als je het dorp binnenkomt, zijn er wel heel veel mensen. Maar dan duurt het toch nog wel weer even voordat je bij de finish bent. En dan word je wel naar boven gegild. Maar dat is ook wel weer even dat je denkt, oh, was ik er maar. Ja, en hoe belangrijk is het publiek voor jullie? Ja, dat doet heel veel. En zeker de muziek onderweg en alle bochten. En de mensen die je aanmoedigen, overal op pannen slaan en roepen. En je naambordjes natuurlijk, dus af en toe hoor je naam eens vallen. Dus dat is wel echt, dat helpt zeer zeker. En nu de derde keer, hoe ga je zo meteen omhoog weer? Met een gevoel van, dat ga ik echt fixen? Of, Nee, ik ga wel vaker rusten nu. Want ik heb nu steeds één keer gestopt bij een bocht. En ik merk wel dat dan herstel je toch wel sneller. Dus ik ga wel gewoon net even wat eerder stoppen. Een paar bochten of zo en dan zitten en dan weer een paar bochten. Om het vol te kunnen houden. Kijk eens, heel veel succes. Dankjewel.